dag voor de wedstrijd of de dag van de wedstrijd wassen we de paarden altijd met Equipe shampoo of met Cowboy Magic. Dit zorgt dat ze mooi blijven glimmen de hele dag en dat ze heel mooi schoon worden. De dag van tevoren poets ik altijd mijn spullen. En meestal doe ik het ook de dag van tevoren in het busje. Zodat ik er dan op de dag zelf eigenlijk niet meer over hoef na te denken of ik alles wel heb en of ik nog dingen vergeten ben. En dan kan ik me ook extra focussen op de wedstrijd zelf. Voor de paarden die wat extra energie kunnen gebruiken, geef ik vaak 2 dagen van tevoren redcel. En dat doe ik dan vaak gewoon in zo'n spuit, omdat ze het meestal niet zo lekker vinden. En als ik geen redcel geef, dan vaak een energy boost in plaats van de redcel. En dat hoeft eigenlijk maar een half uurtje voor de wedstrijd, dus dan gewoon als je aan het opzadelen bent. Zodat ze net wat extra energie hebben. Voor de paarden die spanning krijgen op wedstrijd of gewoon niet zo vaak zijn mee geweest, geven we vaak een Take It Easy of een Magic spuit om zo de ergste spanning een beetje weg te nemen en te zorgen dat ze een goede ervaring krijgen met wedstrijden en minder spanning ontwikkelen met de volgende wedstrijden en zo alles een beetje bij elkaar te krijgen. Als ik bossen ga vlechten tijdens de wedstrijd, dan gebruik ik altijd deze massagedeken. Ik heb echt het gevoel dat hij dat heel lekker vindt. Hij ontspant daarvan lekker en zijn spieren worden al een beetje warm gemaakt voordat de wedstrijd begint. En die gebruik ik dan een half uur waarna het programma zelf afloopt. Dus dat is ideaal.